dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vorig jaar waren wij bij de Macro geweest. Had je leuke fonteinen, echt van die grote pakketten. Was super ziek om die af te steken natuurlijk. Weet wel dat het altijd heel erg snel uitverkocht raakt. We zijn nog steeds op zoek naar een van de beste winkels waar je categorie 1 vuurwerk kan kopen. Dat doen we natuurlijk alleen omdat vuurwerk dit jaar verboden is. Dus we zijn echt op zoek naar het beste vuurwerk, ook voor jullie om te testen. Gaan we gewoon alle winkels af, zodat jullie later iets kunnen halen naar aanleiding van deze video's. Daarom is het ook heel belangrijk dat jullie op het belletje klikken. Zo mis je de video's nooit en ben je als eerste op de hoogte van bij welke vestigingen en bij welke winkels ze het beste vuurwerk hebben. We hebben aanstekers van MyPlasma. Dat zijn die elektrische aanstekers, jongens. Met de kortingscode PYROTEAM DELFT kan je dus 15% korting krijgen. Ook in de goud-matte variant, zoals jullie zien. De zwarte mat variant. En met die kortingscode kunnen jullie hem kopen. We zijn bijna uitverkocht. Dus bestel hem snel voordat het te laat is. Want op is op voor oud en nieuw. We gaan nu even naar de Macro. Dat was gisteravond voor ons. Dus we gaan even kijken bij de Macro, jongens. Of ze hier binnen al vuurwerk hebben. Laten we maar even snel naar binnen gaan. Vorig jaar op dit tijdstip hadden ze het namelijk wel. We zijn op dit moment in de Macro, jongens. Zoals jullie zien, vuurwerk in de schappen. Kom maar hier naartoe. We hebben het hele pakket. Gaan we even meenemen. Het is nog wel heel weinig wat er ligt. Volgens mij zit het hele schap op. En dit pakket, het kleinere pakket, gaan we ook even testen zometeen. Gewoon een delig pakket met allemaal fonteinen erin. Ben ik meer benieuwd. We hadden ze vorig jaar ook, hoor, maar toch maar even testen. Zometeen op locatie. Zometeen als het schemer is gaan we even afsteken. Maar dit is dus het enige wat er nog ligt, jongens. Te bizar voor woorden. Je hebt dus eigenlijk drie pakketten hier zo. Deze is XL, de sierfonteinenpakket en dat meterpakket. En we gaan ze alle drie even halen om zo meteen gelijk af te steken. En jongens, zoals jullie kunnen zien ligt het vuurwerk hier al klaar. Drie pakketjes inderdaad. Nou, deze was echt heel goedkoop. 2 euro of zo. Zullen het niet gewoon een beetje dezelfde dingen zijn? Ja. Ja, we zullen zien. Die Red Dragons heb je in beide. Je hebt die ook hier. Ja, man. Ik denk dat het meer gewoon is van geen verschil, maar gewoon meer van ja, hoeveel wil je hebben? Klopt. En dan heb je 3 formaatjes. Maar vorig jaar hebben wij deze volgens mij ook afgestoken allemaal. Ja, klopt. Ze waren wel goed. En toen waren we best wel verbaasd over hoe goed het wel niet was. Klopt. Dus misschien is dat nu ook zo. We beginnen dus met het sierfonteinenpakket XL. Ik weet niet of jullie ook een Macro in de buurt hebben. En of ze dan ook dit assortiment hebben, maar dit is in ieder geval van Partyland. Ja, klopt. Die kleintjes waren goed, hè, weet je nog? Ja, klopt, man. Zo. Beginnen we daar even mee. Nou, ben benieuwd, man. Hey, die zijn niet slecht, man. Nee. Die zijn echt niet slecht. Zijn we lachen. Gewoon omdat wij alles tegelijk deden. Bij de Macro heb je dus voornamelijk van die meterpakketten. Gewoon een soort van gezinspakketten die je kan halen. Maar ik vind de designs altijd mooi daar. Ik weet niet wat het is, maar als je zo'n pakketje haalt, dan zou je echt denken dat het een... Zo verkochten ze vroeger ook pakketten met vuurpijlen en cakes en zo. Spring Flower Fountain. Gelijk even doen. Hop. Deze ook snetterd. Boiling Waters. Oh, deze wil lachen. Ja, man, die van de net kwam ook hoog, hè, die knetters. Nou, gaan we nu voor deze wat lichter. Colored. Colored wat, ja. Ja, de gekleurde. De gekleurde. Hoppa. Zo. Hoog, hè? Ja, man. Dit is hetzelfde. Maar het schiet eigenlijk allemaal in één keer eruit. En tot nu toe vind ik die kleinetjes vind ik het beste. Ja, dat zeiden we vorig jaar ook, man. Ja. Die kleine waren goed en die rest dat was eerder gewoon spugen. Ja, let's go. Red Dragons. Ja? Yeah. Klinkt heel veel. Red Dragons. Ah ja. Mooi deze, man. Zaten er dus toch nog een paar bijen die knetterden, jongens. Maar deze was ook niet slecht, hè? De Perfect Fountain. Als je hem zo ziet, dan zou je denken dat dit de beste zijn uit dat pakket. Lijkt op een kleine nitraatblokje, zeg maar. Ja, hè? Die is de Zena Salute. Ja. Right Stroke. Wachten we even tot die herder of die... Kijk, lijkt wel een rendier, gek. Kut. Goos. Jas ook, goos. Ja, dat is zonde. Dat moet je uitkijken. Ja, dat weet ik. Oh, deze is ook mooi.
Die is ook mooi, man. Zo. Kijk uit, man. In ieder geval, die pakketjes lijken wel goed gevarieerd, man. Ja. Knetterfonteinen, een paar gewoon normale sierfonteinen. Weet je het pakket? Ja, joh. Eerst even deze. Wat is dit? Pearl Fountain. Pearl Fountain. Steek er maar aan, hoor, jongen. Een energy drank hier, doe. Hoop weer altijd knetter erbij. Helaas niet. Mwah. Het lijken me allemaal dezelfde, man. Kijk maar, dit is ook de Perfect Fountain. Die zat ook in dat metafoonshot. Zie, papa. Maar ik vind het niet slecht vuurwerk. Maar ik knetterde deze wel, hè? Weet ik niet. Hebben we deze Starburst Fountain. Lijkt wel een potje pindakaas. Hoe komen ze op die naam ook, hè? Zou Partyland dat doen of gewoon Chinezen? Ze komen toch hierheen. Let maar op. Ook niet slecht, hè? Dit is weer die Red Dragon. Ik word omgeroepen, gek door de politie. Zo! Die is wel sick. Ja, maar soms schiet het allemaal tegelijk eruit. Ja. Dat hadden we vorig jaar ook door. Starburst fountain. Starbucks? Zo. Dit is de Starbucks fountain. Hier schiet alles in één keer eruit. Lachen. Oké, dan gaan we nu gewoon even meerdere fonteinen doen. Ja. Ja, hier. Is het warm? Ik heb vorige keer hier. Hier komen veel vonken af, man. Zo, er schoot iets naar me toe, gek. Kijk wat die. Die waren op zich ook wel goed. Deze fakkels zijn ook goed. Maar die zijn van vuurwerkbunker. Weet niet welke dat is. Even deze doen. Ik vind op zich echt goede fonteinen bij de. Dat is allemaal leuk, ja. Dat vonken eraf trekt. Dat zijn wel leuke knetters. Ja. Ja, zijn wel lachen. Deze Green Dragon, gewoon twee tegelijk, zoals ze ook bij shows doen. Koude gozer. Zo, wow, yo! Fucking gevaarlijk, gast. Zag je dat? Wat? Ja, zo'n dat lontje schoot weg. Had ik net ook. Ja, deze knetteren dus niet. Zoals jij zou zeggen, de Boiling Waters. Nou, deze is de laatste uit het meterpakket, jongens. De Pearl Fountain, die hadden we net ook al gedaan. Leuk. Ja, op zich wel. En dan het pakket die we volgens mij voor heel goedkoop hebben gekocht. Of was dat die andere? Dat is deze, toch? Dat is deze, ja. Nou, dat is een soort restante fontein. Oké, hoor. Het kan zomaar allemaal in één keer schieten, hè? Oké, dan gaan we die andere ook even tegelijk doen.
Weet je waarom het niet lukt, te gek? Hoppa. Oh. Oh, die zijn wel wat knetter. Wel wat mindere knetter, hè? Ja, ze zijn hele andere, dochteren. Ja, man. Knetta's. En daar komt wel lekker ook uit. Klaar voor? Ja, hoor. Red Dragon. Mooi kometjes heet. Oh nee. Hè? Ken je hier ook? Al met al, jongens, als je het aan mij vraagt, je hebt best wel leuke pakketjes bij de macro. Als je bijvoorbeeld fonteinen wil hebben, dan heb je een aantal winkels wat leuk is. Waaronder natuurlijk dat pakket van de Lidl, die we gisteren hadden afgestoken, is een optie om die te kopen. Maar dan moet je wel een aantal weggooien, want anders krijg je alleen maar kleurtjes. De Star Fountain pakket, dat kleine stukje, was natuurlijk ziek. De knetterfonteinen van de Hema zijn ziek. En zo kan je best wel aan leuke fonteinen komen. Thanks voor het kijken in ieder geval, jongens. Morgen om 4 uur gewoon weer een video. Waarschijnlijk wordt dat een Tsjechië-vlog. Later.